Who did it? Who did it? It was that guy. Who did it? Oh, shit. Wie ben jij? Belle. Hoe zeg je dat? Belle. Belle. Wat een mooie naam. En een mooie skelte. Wat ben je aan het doen? Maaien. Ben je de berm aan het maaien? En dit is jouw grasmaaien? Ja. Kun je eens laten zien hoe dat gaat? Nee. Oh. Kijk hoe ik dat doe. Als een hertje. Ik ben dik. Ik heb daar geen moeite mee. Ik geniet van het leven en ik ben gelukkig. Staat jou niet aan? Daar is de deur. Vertrek maar. Ik word er niet anders van. Gaat het? Zo niet? Misschien moet je met iemand gaan praten? Heb je al een vriendin? Nee. Wil je die? Nee, ik ben er niet zozeer aan toe of zo op dit moment. Stel je voor dat je nou later een date hebt, hè? Hoe ga je haar dan verrassen? Ja, dat zie ik dan wel, mevrouw. Ik moet nu echt met andere dingen bezig zijn. Zoals? Zoals school. Zullen we zo een boodschappenlijstje misschien maken? Dat is wel handig. Ja, misschien voor vanavond te verdenken wat we gaan eten. Ja. Waar jij van houdt, waar ik van houd. Of waar heb je trek in? Maakt me niet zo uit. Ik vind Bami wel lekker. Oké. Ik weet niet wat jij lekker vindt. Massie. Hey, moest kijken daar. Rechts achter in de hoek. Zie die vrouw? Lelijk. Dat is mevrouw. Ik bedoel die daarnaast, met de blauwe overhemd natuurlijk. Dat is mijn dochter. Ja. Ik ben vandaag in een tropisch regenwoud. Helemaal in Zuid-Amerika. En we gaan natuurlijk meteen op zoek naar dieren. Ja jongens, hier zitten dieren. 100% zeker. Kom, snel het bos in. Hier, achter een boom. We hebben geen tijd te verliezen. Let op. Au. Kijk uit, overal kunnen dieren zitten. Daar, kijk. Daar zit wat. Holy fuck. Wat is dit? Bladeren, wacht. Oh, wacht even, ik ken het wel lezen. Kreus de vleu, heu de dreudel. Dratse vlat, sla doe de bla. Rus, slop, vloed, schat. Dat staat er toch helemaal niet, Bas? Ja, het staat er wel, maar ik weet niet wat betekent. Oh, dit vind ik eng. Hoezo? Dit weet ik niet, maar dit... Thomas! Ja? Oh, kijk wat een mooie vaasje. Wat, deze? Ja, vind je niet mooi? Excuse me, how much? The blue one. Yes. 24,000. Zo. Zo. 24,000. Ga ik gewoon in. Fuck you. Zullen we wat gaan eten? Oh, we hebben geen schone messen. Jij wou gidrange, hè? We hebben geen schone messen. Oh, kijk ik wel even. Moet hij uit zijn verpakking? Oh, waar staat aan? Moeten de broodjes uit de verpakking? Ja, natuurlijk. Nou ja, soms niet. Het stroomt wel over. Het stroomt wel over. Henry! Wat? Was jij boven in de badkamer? Heb jij make-up op je gezicht? Je hebt mijn mobiel in de wc gegooid! Oh. Sorry. Sorry? Al mijn berichten en foto's zijn weg! Als mam ziet dat je haar make-up hebt gebruikt, heb je echt een probleem. Mam hoeft dat niet te weten! Maar, wat ga je nu doen aan mijn natte telefoon? Weet ik veel, ik moet nu eerst naar Charlotte. Henry! Dit is niet oké! Okay! Nee, jij blijft buiten. Ja, maar ik... Nee, buiten. Wie ben jij? Belle. Hoe zeg je dat? Belle. Belle. Wat een mooie naam. En een mooie skelte. Wat ben je aan het doen? Maaien. Ben je de berm aan het maaien? En dit is jouw grasmaaien? Ja. Kun je eens laten zien hoe dat gaat? Nee. Oh. Die lucht is echt... Oké. Henry, ik ga je echt vermoorden! Wat doe je? Waar is mijn telefoon? Luister, Piper, ik heb je telefoon niet, oké? Je zult hem maar... Oh. Ik heb hem per ongeluk meegenomen. Bagger! Wat? Jouw kont belde met Jenna Tetrazzini! Nou en? Ik haat Jenna Tetrazzini! Maar waarom heb je haar nummer dan opgeslagen?
als ze mij zou bellen, ik kan zien dat zij het is, zodat ik haar kan negeren. Hou ook van jou. Boeiend! Ja. Hey, dit is Marieke, die is kleine plastic lampenkapjes aan het maken. Vind jij het zelf mooi wat je hebt gemaakt? Ja. Oh, wat leuk. Nou, daar. Excuse me? Excuse me? Excuse me? Mommy? Sorry. Mommy? Sorry. Mommy? Sorry. Mommy? Sorry. Mommy? Ja, met hij heeft geen... En weet je wat er toevallig is? Hij had geen parkeer... Mag ik even praten nu? Ja, praat. Hij had geen parkeerkaart betaald in Marbella. Wat ben je aan het doen? Nou, wat denk je dat ik doe? Ik doe superharde dingen. Hey Marcinelli, tijd niet gesproken zeg. Hoi. Wow, Ellie, hoe kom je aan die blauwe plek op je onderarm? Oh, ik ben van de trap gevallen. Lieg niet tegen hem! Wat heb ik je verteld over je helm? Strak zetten. Wat heb je gedaan? Losgezet. Moet je horen, komt een meisje bij de moeder en die zegt... Mama, waarom gaan mensen met hun benen omhoog naar de hemel? Nou, Marietje, wat is dat voor een rare vraag? Ben je wel goed bij je hoofd? Nou, zegt Marietje, ik zag gisteren een dienstmeisje op de keukentafel liggen... met haar benen omhoog en die riep, oh god, ik kom, ik kom. Nou, het is dat papa erop lag, want ze was gegaan, hoor. Ik ben absoluut niet verwend, absoluut niet. Ja, neem jij maar eens een krantenwijk. Een krantenwijk? Je bent niet goed wijs. Als het regent, loopt mijn mascara door. Oké, mis je liever het internet of één van je voeten? Voet? Voet. Voet. Dag, voet. Echt? Je zou een voet opgeven voor het internet? Absoluut. Jij niet? Je bent dol op het net. Weet ik, maar mijn voet hoort bij mijn lichaam en het internet is... Ja, dag, voet. Pap, ik haat mijn leven en ik ben niet oké. Schat je niet nu, papa's brug is ingestort. Wie vindt dat erg? Je vader vindt dat erg. Maar elke keer als ik een filmpje wil kijken op mijn telefoon, dan blijft hij hangen omdat die stomme wifi van ons maar één streepje bereik heeft als ik op mijn kamer ben. Dan wacht je even tot het filmpje geladen is voordat je het gaat kijken. Oh, dus we zijn weer terug in de middeleeuwen nu. Later. Ik loop weg hoor. Ik doe het. Hey, er drupt iets op me. Er drupt iets op me. Er drupt hier helemaal niks. Jawel, kijk, op mijn arm. Zie je? En op mijn voorhoofd. Wat is dit? Wat gebeurt er? Je zweet. Nee, dat kan niet. Ik zweet niet. Ik kan niet zweten. Kijk naar me. Nee. Kijk naar me. Nee. Kijk naar me. Wat? Je zweet wel. Ik luister gewoon niet klaar. Goed, dan ga jij maar even op een stoel zitten aan de tafel. Nee. Ga maar even zitten. Nee. Je telt tot drie en anders ga ik jou even op een stoel neerzetten. Anders ga ik jou even op een stoel neerzetten. Fuck you. Hele kaartje bent. Wow, je gelooft nooit wat er net gebeurd is. Ik haat het nieuws. Maar dit is leuk nieuws. Sam en ik staken de weg over en zo'n gast in een auto toeterde naar ons. Oh nee, wat deed Sam toen? Ze rende achter hem aan naar het volgende stoplicht, stak haar arm door het raam en... Wie wilde er een stuur kopen? Heb je echt het stuur uit iemands auto getrokken? Ik heb ook nog dit shirt van zijn lijf getrokken. Nou, die gast doet het echt nooit meer naar je. Nee, maar we wel naar hem. Wacht, wacht, wacht even. Je moet maar niet bellen nu. Je moet maar niet bellen. Waarom, wie belt je nou? Nee, ik ben hinderlijk. Ik ben bezig. Ja. Je moet niet bellen. Kun je alsjeblieft die grijns van je smoel afhalen, Barbara? Ik bepaal zelf wat ik wil. Ik bepaal zelf wat ik wil. Ja, doe dat lekker. Van de ene kant, ja. Maar van de andere kant... Ook ja. Niet op een andere zender zetten! Verdorie, Piper. Je kijkt niet eens naar de tv. Ja, dat doe ik wel. Nee, je kijkt naar je telefoon en je laptop en je peerpad. En naar de tv. Oh, wat is er met jou aan de hand? Ze hebben mijn boterham in de sloot gegooid. Ah, oh, en wie heeft dat gedaan? Jongens uit mijn klas. Nou, potverdorie. En met opzet? Nee, met pindakaas.
Godverdomme, de hele auto kapot. Nou. Ja, die... Rotvent. Ja. Zo snel van rechts te komen. Is dat die brug? Weet je het niet? Volgens mij wel. Los. Nou, Esther, je bent toch weer een paar kilootjes aangekomen. Hoe kan dat? Nou, dokter, ik snap het dieet denk ik niet zo goed. Maar het was toch heel duidelijk? Ik heb gezegd 7 dagen lang 1 yoghurtje en 3 druiven. Ja, we moeten het dan voor of na het eten. Kennen jullie al de 5e juryleden? Nou, alleen Treintje en Treintje. Die twee naast... Die blonde bedoel je? Ja, die blonde. Nou, dat is Daphina Michelle. En zij is van het liedje duurt te lang. Hoe lang? Oh, ik vind hem waanzinnig. Ik vraag me af, is het niet te? Wel, nee! Het is nooit te. Wij zijn de Meilandjes, Erika.